zal hier altijd blijven komen. Hier ligt mijn hart en heel mijn ziel. In de hemel. Nou, goedenavond mensen. Als eerste, wat ik wel wil zeggen hier, het schiet hier wel aan. We gaan deur in Dommelbazendorp. Welkom bij de klets. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, als je een vlucht passende woonruimte zoekt, ben de spreekwoordelijk de sigaar. Vroeger moest als er een huis te koop stond, eigenlijk meteen beslissen door de telefoon. En de vraagprijs bieden. Nou staat half vlucht te koop en kijk een mens het mee betalen. Goedenavond, beminde domme bazen durpes. Mag ik me even aan u voorstellen? Frater Frangelicus. Ik woonde al sinds jaar en dag in de Petruskerk. Illegaal. Eerst helemaal boven in de toren. Prachtig uitzicht. Ik had in de Bijbel een uitspraak van onze lieve Heer gelezen. Zij die mijn lief hebben, mogen komen wonen in mijn huis. Ik dacht dan meteen bovenin. In het penthouse, zou ik maar zeggen. Waar blief? Penthouse. Nee, niet dat blaaike. Nee. Vroeger werd ik nog eens gek van dat gezang en dat gelui. Op bepaalde dagen. Op de meest onmenselijke tijden. Zondagsmorgens om 11 uur bijvoorbeeld, vond de clubke van katholieken het blijkbaar nodig om in mijn huis samen te komen. En dat gezang van die koren, je kon niet eens rustig uitslapen. En over het urgel nog maar eens te zwijgen. Want je kreun op dat ding. Je kon wel horen dat het een pijporgel was. Nou, halleluja, de hek is snel opgelost, hè. Het gerucht ging dat een aantal wijsneuzen had aangegeven dat de kerk op instorten stond. Niks van waar. Maar daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Op een zaterdagmiddag heb ik wat klinkers en wat kalk bij de lokale bouwmarkt gehaald. En die nonchalant van de bovenste ring in de kerk zo naar beneden gemieterd. De schrik zat er goed in, dat kan ik u vertellen. En al die vijfde katholieken er dus uit. En toen werd het helemaal top. Ben ik naar beneden verhuisd. De doopvond, daar werd mijn lichtbad. Ik had mijn bed opgeslagen op het Maria-altaar. Dat ligt niet zo alleenig. En van het tabernakel had ik een koelkastje gemaakt. Als je de boel een klein beetje link inpakte, paste er precies twee bakken bier in. Ik dacht, als we straks in de kroeg hebben, is het goed als ik ook lid word van het Dommelbazen Durp. Zoveel kroegen zijn er niet. En misschien dacht ik, kunnen we in de kerk nog eens wat ruimte voor een feestje creëren. Denk maar aan de Orangerie. Ik krijg het mijn smoel niet uit. Ja, dus. We hebben hier een infiltrant. Zou jij die vriendelijk maar hardhandig kunnen verwijderen? Wat dacht je bijvoorbeeld van de tonpraten? Dat ken geweldig. Ken je die tonprater met dat klets op de kansel? Er is weinig verschil met die onzin die er vroeger van afgeschreven werd. Ik denk alleen eens, als Henk van Dijk meedoet met de tonprater, dat ze die kansel wel zullen moeten stutten. Is het niet opgevallen, hè, dat ik bovenop wat kalend ben? Ik ben zogezegd door mijn bladerdekje aan het groeien. Heb me jarenlang afgevraagd waar dat nou van zou komen. En onlangs viel het kwartje. Vaak vragen, vooral de wat frivolere dames, aan me of ze niet even op mijn kop mogen douwen. Nee, nooit. Nooit heb ik begrepen waarom. Lachend en gieren wordt er dan keer op keer op mijn kupje gedouwd. En dan kijken ze gespannen naar de voorkant van mijn pij. Er gebeurt niets. Helemaal niets is dan de reactie. En schaterend van het lachen natuurlijk. Ik heb er dan wel een kaal plekje aan overgehouden, maar ook een paar hele goede contacten. Verrekt.
Er is een wonder geschied. Ja, dan met die kroeg, dat zal wel niks worden, ben ik bang. De Roderick heeft nog niks laten weten en de binnenkant van de kerk zijn ze ook al aan het vernielen. Ik dacht, dan kon ik mijn eigen wel eens gaan inzetten voor het Vugse carnaval. Carnaval vindt nu eenmaal zijn oorsprong, letterlijk en figuurlijk, tussen de kerst en de Pasemus. Dus wie ben ik, als eenvoudige, maar vooral dorstige, noodruffige vader, om daar geen gehoor aan te geven. Mijn eerste ingeving was, ik ga me inzetten voor het kindercarnaval. Ja, en als ik zo de laatste tijd de krant eens lees en de escapades van een aantal van mijn foute collega's heb gelezen, leek me dat niet zo'n goed idee. Dat kon wel eens verkeerd opgevat worden. Ze waren trouwens wel bij mij aan de deur geweest of ik de carnavalsmis wou voorgaan. Maar ik kon helaas niet open doen. Ik lag met een snotneus in bed. Maar inderdaad, bij de carnavalsmis, daar is volgens mij nog wel wat te halen. Stel de wijgen eens voor. Bij binnenkomst krijgen allemaal 4 consumptiebonnen. Tijdens de mis in te wisselen voor grote pullen bier. Trappistenbier natuurlijk. En zo tijdens de carnaval heeft iedereen wel eens behoefte aan een vette hap. Tijdens de communie stel ik voor om in plaats van die kleffel hostie een broodje frikandel met mayonaise of een roggebrood met zult of zoiets dergelijks aan te bieden en voor de kinder een Big Mac Happy Meal. En als ik dan toch de mis mag voorgaan, voor mij in plaats van die goede kopen brol van den Aldi, een kelk bruinschuimend trappistenbier. En alles natuurlijk uit mijn eigen brouwerijke. En misschien, heel misschien, kan ik dan na die mis wel intrek nemen in die kerk. Beminde domme baarse dorpes, gaat nu alle heen in vrede en vermenigvuldigt u. Dan wordt het vanzelf in de kerk en de kroegen weer wat voller. Allemaal een fijne carnaval. Amen.